Goedemorgen allemaal. Wat gaan we laten zien? Verbeterd autorisatiebeheer, dat is eigenlijk wat we vandaag gaan laten zien. Dat doen we natuurlijk al een hele tijd en wij hebben daar beveiligingsapps voor gemaakt. En wat we eigenlijk gaan laten zien is vandaag hoe jullie in controle kunnen komen met onze beveiligingsapps. En hoe eigenlijk vanuit controlling, vanuit beheer, de toegevoegde waarde van die apps aantoonbaar zijn. Mijn naam is Arno Mouwen. Ik ben founding partner van ToControl, 15 jaar geleden alweer. En wij zijn IT-auditors en wij maken vanuit ons IT-auditsvak maken wij de oplossingen zodat die ook echt perfect aansluiten op alle beheerbehoeften, maar ook alle controlebehoeften die er zijn vanuit IT-auditing en autorisaties rondom Dynamics NAV of Business Central. Ik zal vandaag bijna alleen over Business Central praten, maar al onze oplossingen zijn voor alles bij op de versies nog gewoon beschikbaar. Dus wij zijn IT-auditors. Wij zijn gevestigd in Breda, in een oud gemeentehuis wat naast de kerk staat. Dus wij worden vandaag ook nog wel een keertje gestoord door de kerkklokken waarschijnlijk. En wij doen IT audit, maar met name voor jullie belangrijk, de software en consultancy. Dus heel even kort, wij zijn een mooie club met 20 man die proberen voor jullie deze software op een hele goede manier te laten werken en te laten aansluiten op jullie behoeften. Dus, en wat zijn die behoeften? Die behoeften, ik vat het eigenlijk gewoon altijd maar samen. Jullie behoefte is interne controle en beveiliging. Dat is de eindbehoefte rondom autorisaties. En uiteindelijk als beheerder heb je gewoon behoefte om structuur te krijgen in die massa van informatie die je eigenlijk wil beveiligen binnen Dynamics NEV of binnen Business Central. En het probleem is gewoon dat je dat niet gestructureerd kunt zoals je wilt eigenlijk dat het aansluit op je organisatie. Dat kost ontzettend veel moeite met de standaard Business Central mogelijkheden. Wij gaan dat oplossen voor jullie. Dus wij gaan zorgen dat het gestructureerd is. De andere behoefte die we zien is gewoon dat er heel veel behoefte is aan verfijning. En dat is bijna altijd maatwerk. Gewoon weer maatwerk. Maar dat lossen wij ook op. Want die verfijning van die gebruiker A die alleen maar een klein stukje van een artikelkaart wil hebben. En die gebruiker B die alleen maar een ander klein stukje wil hebben. Ja, dat is gewoon niet standaard in te richten. Dus wij roepen daar altijd gebruik de oplossingen voor die wij gestandaard aanbieden. Het scheelt gewoon enorm veel maatwerk, dus investeringen, dus geld. Het is gewoon configureerbaar. En het leuke is, dat hebben wij helemaal uitgebreid met ook de validatiebehoeftes die jullie zien. Heel vaak zeggen ze, ja maar het geld, waarom is dat niet verplicht? Want nu heb ik iets gedaan met een klant waarvan ik eigenlijk een aantal velden mis. Nou, dat soort dingen. Dus heel die kwaliteit die bewaken we daarmee met die veldvalidatie, daar kom ik zo meteen op terug. En uiteindelijk hebben we ook nog een hele grote groep controllers, IT audits, internal audits, maakt niet uit. Die zien van dat een beheerder de autorisaties goed ingericht heeft. Maar uiteindelijk willen zij ook gewoon weten, is die functiescheiding daadwerkelijk doorgevoerd? Dus samengevat de drie behoeftes, dus betere inrichting kwaliteit voor beheer, makkelijker te doen, die verfijning en die controle daarop. Die behoeftes, dat is de reden dat wij met onze software komen. En dit is eigenlijk de reden dat wij zeggen, die software voor die IT-manager, die maken we gewoon mega veel efficiënter. Meerdere niveaus kunnen we ondersteunen. Je hoeft geen maatwerk te doen om al die autorisatiebehoeftes in te richten. En bedenk dat op het moment dat je het gebruikt, er worden bijna geen fouten meer gemaakt met het toekennen van autorisaties. Dus geen uitzoekwerk van mensen die eigenlijk dingen konden die ze niet hadden moeten mogen. Geen tijd die je daarin kwijt bent. Maar denk ook gewoon heel simpel aan de tijd die je kwijt bent om een gebruiker te autoriseren. Dus uiteindelijk, en er zijn een heleboel casussen waarbij wij op basis van een return of investment eigenlijk zien dat je gewoon personeel bespaart door het implementeren van oplossingen van ons. En vanuit die IT-manager, jullie klant is de gebruikersorganisatie, die is ook tevreden op dat moment. Want dat is belangrijk. Dat is een tevreden klant voor jullie. Dus dat is heel belangrijk. En kijk je naar de controller. Ja, die wil eigenlijk alleen maar één ding. Die betrouwbare informatievoorziening. Die functiescheiding moet doorgevoerd zijn. Dus dat is heel belangrijk. En wij bieden daar in control door gewoon continu inzicht. Dus dat is het belangrijkste wat wij dat doen. Nou, ik gaf al aan dat wij dat al 15 jaar doen. Wij doen het al bij meer dan 400 tevreden klanten. Dus ja, eigenlijk wil ik daar weinig aan toevoegen. Het is een oplossing die gewoon bewezen is
die gewoon door alle heel veel klanten onderschreven wordt. En waarvan jullie zien dat wij van jullie daar mee kunnen helpen. Hoe doen we dat? Dat is de vraag waar ik nu op inga. Ik blijf er eventjes staan, ik ga het er even laten zien. Wij hebben daar een suite voor gebouwd. Dus wij hebben gezegd, het standaard Dynamics NAV, het standaard Business Central, dat maakt niet uit hoe jullie, welke versie jullie hebben, vanaf 2013 helemaal standaard, maar ook vanaf oud nog naar Vision 3.6 als jullie zouden willen, wij kunnen jullie ondersteunen. Het maakt niet uit of het in de cloud draait of dat het on-premise draait. Wij hebben onze suite daarop gebaseerd. En de suite bestaat uit 1. Een cloud oplossing autorisatiebox. Die cloud oplossing autorisatiebox, dat ga ik dadelijk uitgebreid laten zien. Dat is een oplossing waarin al die beheeraspecten vanuit beheer, vanuit controle, vanuit gebruikersbeheer, het raamwerk, alles in opgelost wordt voor jullie. De tweede suite, onderdeel van de suite, is de verfijning die de behoefte ervan was. Die verfijning behoefte voor field security, filter security, actiesecurity. Al die dingen zitten in een app die heet Field Security. En de derde suite onderdeel wat wij toevoegen is Field Validation. En je zult zien, hier merk je al heel snel dat er tijdens een procesdoorgang met eindgebruikers heel veel behoefte aan is. Deze vult in de dingen waarvan jullie heel vaak zeggen, dat zou toch standaard moeten zijn. Maar heel vaak is as-designed door Microsoft dingen niet standaard zoals verplicht of controls op velden of dat soort zaken. Dat vullen wij hiermee in voor jullie. Dus kort samengevat, 3 modules met daarbinnen nog keuzes. Maar 3 modules waarmee wij jullie helpen met de hele suite. En die modules, die zijn dan 2 apps. Dus de 2 apps die in de omgeving draaien. En een cloud oplossing die we connecten met jullie omgeving. En ik kan jullie 1 heel groot voordeel van die cloud oplossing vertellen. En dat is namelijk, het maakt niet meer uit of jullie upgraden of niet. Op het moment dat jullie gaan upgraden, de cloud oplossing blijft stabiel. Jullie zetten een nieuwe versie eronder. Het is een connectie veranderen en je autorisaties zijn over. Hoe makkelijk wil je je terugverdientijd daarin vertalen? Dus daarom is dit een enorm goede oplossing. En het voordeel hiervan is, het hele beheer hoef je niet meer in de omgeving van Dynamics zelf te doen. Waardoor je ook de super users niet meer nodig hebben voor autorisatiebeheer. Nou, dat is de samenvatting van de suite zoals wij het aanbieden om, wat ik zeg, dat beheer terug te krijgen op je autorisatie, die verfijning te kunnen aanbrengen en die controle te kunnen doen. Oké, inhoudelijk ga ik eventjes wat toelichten wat die modules dan doen. Eerst heel kort de module, de verfijning modules. Dus eigenlijk de modules, de Field Security module en de Field Validation app. Misschien een beetje technisch, maar binnen Business Central worden altijd autorisaties toegekend op basis van permission sets. En permission sets die kennen dan de rechten toe aan de objecten die nodig zijn om iets te kunnen doen. Maakt niet uit wat het is, het artikel beheren of een inkooporder aanmaken, factuur boeken. Dat wordt geregeld met business permission sets met rechten naar objecten. Ik teken expres al heel erg aan de kant, want waarom? Wij breiden dat uit met die Field Security app. Die permission set, de behoefte bijna bij alle gebruikers van Business Central is, ja, maar waarom kan ik dat niet verfijnen op veldniveau? Waarom kan ik niet zeggen dat ik alleen maar bepaalde klanten mag? Bijvoorbeeld alleen de buitenlandse klanten of niet de Nederlandse klanten of alleen maar grondstoffen en niet finished products, dat soort dingen. Dat breiden we daarmee uit. En we breiden optioneel, maar eigenlijk ook integraal, heel die functionaliteit uit met validaties. Dus wanneer je een klant aanmaakt, dan weet je zeker dat alles is ingevuld, alles goed staat, voordat die gebruikt gaat worden. Dus op die manier gaan wij de apps aanbieden. Ik kom zo meteen terug en laat het zien. Dus wij vullen daar jullie gat voor verfijningsbehoeften in. Het andere gat voor die beheer en die controle, dus eigenlijk nummer 1 en 3 wat ik continu zeg, die vullen we in met de autorisatiebox. En de autorisatiebox is die cloud oplossing waar ik het over had. En die bestaat grofweg uit 2 grote modules.
Standaard leveren wij de managementmodule in, waarin je het hele beheer kunt doen, heel makkelijk de inrichting van je autorisatie kunt doen, veel sneller als je dat niet gebruikt, deze modules. Daar bespaar je echt dagen, zo misschien wel weken mee bij het inrichten. Optioneel kun je die uitbreiden met nog wat extra functionaliteit, wat we noemen user templates. Daar kom ik zo meteen wel op terug. En standaard leveren we die autorisatiebox ook in de standaard licentie met de monitoring. En ook optioneel kun je die weer uitbreiden met een extra module waarbij je wat meer en sneller inzicht krijgt. En die monitoring en die beheer, die vervullen juist die behoeftes voor die IT-manager en die controller. Dus ben je IT-manager, applicatiebeheerder, kunt eigenlijk niet zonder het management. Zelfs als applicatiebeheerder zul je dit al heel snel herkennen en denken van wow, dat scheelt me veel werk. En als controller kun je eigenlijk niet zonder die monitoring. Dan kun je zonder namelijk de beheerder, kun je al inzicht krijgen in de kwaliteit. En ook als controller zul je heel snel begrijpen dat continuous monitoring natuurlijk een enorme toegevoegde waarde is. Doet een beheerder een aanpassing, jij ziet gelijk of het goed is of niet. Niet achteraf, maar pas aan het eind van de maand als je zelf op een knop drukt. Dus dat is de oplossingen zoals wij die invullen. Dus nogmaals, beheer, verfijning en controle. Dat is het belangrijkste en dat vullen we in met die twee oplossingen die ik net liet zien. En dit artikelscherm is voor mij altijd een hele mooi voorbeeld waar ik kan bewijzen hoe makkelijk het is. We hebben geen maatwerk in deze omgeving. Dus onthoud dat, we hebben geen maatwerk in deze omgeving. En op het moment dat ik hier naar een artikel ga en ik wil dat alleen maar de inkoopvelden van dit artikel aan mij toegekend zijn, en zo heb ik hem ingericht voor de demo, kan ik nu bewijzen dat ik andere velden niet kan. Dus stel dat ik dit veld ga proberen te wijzigen en ik ga hem proberen op te slaan, zie je gelijk dat ik hier een foutmelding krijg. Gelijk een foutmelding, you do not have permissions to modify the description. En daarmee zie je dat ik eigenlijk al een foutmelding heb die jullie niet bekend voorkomt. Een foutmelding die gewoon gegenereerd wordt door zonder maatwerk te voegen, gewoon configureren door onze app die erin te zetten. En je ziet hier dat het een field security melding is. Hij zegt ook because of field security met een nummertje. Dus dat is de reden dat je hier niet enige maatwerk hoeft te doen, omdat wij gewoon daar die oplossing erin gezet hebben. En om te bewijzen dat ik natuurlijk wel op deze kaart iets kan aanpassen, zal ik hier het vendornummer aanpassen, want dat had ik namelijk wel als rechter gekregen en ik krijg nou dus geen foutmelding. Nou, het leuke is, ik deed het voorbeeldje laten zien op een raw material, maar nu ga ik hem laten zien op een retail finished product. En ik heb ook ingericht dat ik die niet mag wijzigen, dus ik zou nou hier een nummertje in kunnen zetten en ik zou die kunnen proberen op te slaan en dan krijg ik ook een foutmelding. En het leuke is, hier zie ik weer dat ik een bepaald veld niet mag wijzigen, dus in dit geval vendor item nummer. Maar nu zie je dat ik door een filter security dat niet mag. Dus ik heb jullie nu al twee dingen laten zien die ik heel eenvoudig heb ingericht, zonder iets te programmeren, waarbij ik gewoon extra beveiligingsniveau heb aangebracht op de standaard functionaliteit van Business Central. Even kort laten zien hoe we dat gedaan hebben. Die field security, die zit in een lijst met field security filters. Dus op het moment dat ik hier naar de instelling ga van waardoor we net de foutmelding kregen, nummertje 1, heb ik heel simpel gezegd, ik wil voor artikel een field security inrichten waarbij default geen veld editable is, behalve deze velden. Klaar. Hoe makkelijk we het leven maken. Het enige wat ik nu moest doen was zeggen voor wie geldt dat die controle dan. En dat is door hem toe te voegen aan een gebruiker die dat moet. En die gebruiker is die permission set. Wij zeggen nee, we gaan niet gelijk naar de gebruiker. We doen altijd de link permission set. En hetzelfde hebben we voor die filter security gedaan. Dus filter security bijna hetzelfde. Ik heb een kaart voor de artikelen aangemaakt hier. Dus tabel artikel. Ik wil daar iets op doen, namelijk een editable voor alleen maar raw materials. En klaar. Alleen maar weer toekennen aan de permission set. Dus zo eenvoudig is het beheer van de module om die extra verfijning aan te brengen. Bedenkt u zich eens als dit niet heeft.
en die behoefte wel wil invullen, hoe u aan het configureren bent, hoe u aan het praten bent met uw partner, hoeveel maatwerk u wel niet moet toevoegen. In dit geval is het de app installeren, de plug-and-play app, geen connectie, geen maatwerk, helemaal niks, en inrichten. Dit is het voorbeeld wat ik liet zien voor het groene gedeelte, dus de field security. Ik zal hem ook even laten zien voor de field validation. Dat is de tweede app. Gewoon te downloaden op Microsoft extensies, als Microsoft extensie, en daarmee gelijk te gebruiken. Ik zal nu even naar de customers gaan, want ik heb daar een voorbeeld ingericht voor de voor deze app. En ik ga naar een klant. En ik wil allemaal dingetjes weten dat het goed ingericht is. Zoals mijn e-mail moet goed staan. Ik mag bepaalde restricties aan kredietlimieten hebben. Ik moet bepaalde velden verplicht hebben. Nou, ik ga proberen deze klant vrij te geven. Dus te unblocken. En ik sla hem op en mijn systeem gaat nu mijn velden vertellen van dat ik allerlei dingen nog niet goed gedaan heb. Nou, in dit geval heb ik de ship-to-code nog niet goed gezet. Ik heb het e-mailadres nog niet goed gezet. Maar ik had ook hier allerlei andere controles nog kunnen hebben. Als je hebt nog geen ship-to-adres toegevoegd. Ik heb nog geen velden, verplichte velden ingevuld, et cetera. Dus dit is de controle die automatisch door het systeem uitgevoerd wordt bij het vrijgeven bijvoorbeeld van dit verhaal. En ook hier heb ik het weer heel eenvoudig ingericht. Let op dat veldje blokt. Hij staat weer op all, terwijl ik hem eraf probeer te zetten. En dat mag ik niet, omdat ik in die fields validation ook weer op een hele simpele manier de inrichting heb gedaan. Ik heb een kaart aangemaakt voor de klant en ik heb daar allerlei validaties in gezet. En die validaties die zeggen bijvoorbeeld verplicht veld of een filter voor een kredietlimiet die niet goed staat. Of een lengte van een telefoon die niet goed staat. Of een bepaald aantal gerelateerde records die niet ingevuld zijn. Of een opmaak van een e-mail die niet goed staat, et cetera. Dus hiermee kun je ontzettend veel controles toevoegen die je eigenlijk anders laat programmeren. Dus bedenk dat op het moment dat je tijdens een proces met een klant zegt van ja, maar dat had toch standaard moeten zijn. Eigenlijk op dat moment gelijk aan field validation module moet denken, want op dat moment ga je eigenlijk een request naar je partner sturen en zeggen van ja, maar ik wil daar graag een maatwerkoplossing voor hebben, want we vinden het belangrijk. Niet doen, want al die kosten kun je besparen door gewoon te abonneren op deze app. Eén leuk dingetje vind ik echt aan deze app heel erg krachtig. En namelijk dat het dit vinkje, ik zit er veel meer functionaliteit achter, maar dit vinkje is zo leuk. U kent allemaal waarschijnlijk wel de functionaliteit dat je dimensies verplicht moeten zijn op bijvoorbeeld een klant of een leverancier of dat soort dingen. Standaard Business Central controleert dat pas als je gaat boeken. Dus dan heb je al heel veel gedaan. Je hebt je offerte al gedaan, je hebt je order al gedaan, je hebt je levering al gedaan, je hebt van alles al gedaan. Totdat je gaat boeken. En pas dan, geen dimensie ingevuld. Wij zeggen, oké, als je dat standaard hebt ingevuld in je standaard tabel voor die dimensie setup, zet hier het vinkje aan en wij controleren dat bij het vrijgeven van je kant. Heel simpel. Haal het helemaal naar voren in het traject waar je het wil hebben. Dus altijd erg leuk stukje wat ik vind hiervan. Goed, dit is het stukje dus wat ik zeg voor die verfijning. Dus dit vulde de behoefte in van de verfijning. Dus daarmee breiden wij die permission set uit. Dan ga ik nu laten zien hoe we dit stukje uitbreiden. Dan ga ik heel eventjes daar nog voor inloggen. Dus dan neem ik even een slokje thee ook voor mezelf. Dan valt er een stilte. Ja, ik ben ingelogd. Dus wat is die verfijning? Die verfijning was die kant van die apps. Maar wat is dan die andere kant, dat beheer en die monitoring? Nou, ik gaf al aan in dit stukje PowerPoint dat je daar aan de managementkant toevoegt en aan de monitoringkant. Dus eigenlijk hopen we hier die IT-beheerder, IT-manager, die applicatiebeheerder blij te maken. En aan deze kant de controller en de financieel directeur, de internal audit, et cetera. Eerst even stilstaan bij de managementstuk. Wat voegen wij daaraan toe? Nou, eigenlijk op twee gebieden voegen wij daar heel veel dingen toe. Eén gebied is dat hele beheren, het opzetten van het raamwerk wat je nodig hebt om je autorisatie in te richten. Ontzettend belangrijk.
Want een goed raamwerk heb je nodig. En wat is het raamwerk zoals jullie standaard moeten denken is altijd, ja, Microsoft levert permissiesets mee. Ik kan er niet meer uit de voeten, zeg je dan. Oké, dan ga ik die permissiesets maar een beetje aanpassen. En ja, zo kom je tot een raamwerk. Dat heet raamwerk. Maar eigenlijk voelt bijna niemand zich daarbij happy. Dus dat is het enige stuk wat we toevoegen. Dat raamwerk, daar gaan we gewoon, dat hebben wij heel veel oplossingen voor. Het andere stuk wat we toevoegen is dat hele gebruikersbeheer. Iemand toevoegen, iemand verwijderen, iemand tijdelijke rechten geven of maternity leave of dat soort dingen. Dat is het gebruikersbeheer. Dat is ook dat stukje waar een gemiddelde applicatiebeheerder best wel tegenaan zit te hinken. Nou, die twee stukken die lossen we aan de beheerkant op. Dus hier zie je hem ook, raamwerk en gebruikersbeheer. En raamwerk kun je eigenlijk daarna nog opsplitsen in een stukje van het implementeren. Ik heb nog niks en ik ga het implementeren. Of ik heb al wat en ik wil zorgen dat het goed blijft. Dus daar hebben wij ook beide een oplossing voor. Ik gaf jullie aan, het raamwerk kan ik splitsen in het helpt jullie in het snel implementeren van autorisaties. Echt snel, je zult zo meteen zien waarom. En het goed kunnen beheren, het goed kunnen zorgen dat het gestructureerd blijft. En het leuke is, waarom gaat dat implementeren zo mooi zo snel? Wij zeggen van, teken hier gewoon je organigram zoals jij je autorisatie wil inrichten. En op basis daarvan kun je namelijk al je autorisaties gaan toekennen. En het leuke is, niet alleen maar die permission sets, maar ook als je die uitbreiding gebruikt, bijvoorbeeld die gebruikersinstellingen die je moet aanmaken, of die medewerker die je moet aanmaken, of die resource die je moet aanmaken, of die magazijnmedewerker die je moet aanmaken. Gaan we zo verder. Vraag maar aan de applicatiebeheerders als je het zelf niet weet. Er zijn zoveel van die extra dingen die je altijd nog moet doen nadat een gebruiker in dienst komt. Kun je automatisch doen. Die dimensie die je moet toevoegen voor die gebruiker. Dat allemaal kun je automatiseren hiermee. En daarmee heb je natuurlijk het perfecte raamwerk. Dus, en dat doe je gewoon door je tekeningetje te maken van je organigram. Aan die tekeningetje al die taken te koppelen die bepaalde functies mogen. Aan die functies koppel je dan vervolgens ook die acties die je wil hebben dat je doet voor die ene gebruiker. Als het een magazijnmedewerker is, moet je ook een magazijnmedewerker aanmaken. En dan vervolgens ben je klaar. Heb je je raamwerk. Hoe makkelijk wil je het hebben? En het leuke is, dat raamwerk kun je vervolgens gebruiken helemaal voor het implementeren ook. Want je kunt hem exporteren naar Excel. Maakt hij een schitterend overzicht van welke taken bij welke functies horen. Hij maakt een schitterend overzicht van welke gebruikers dan welke functies mogen hebben. U zet de kruisjes op de juiste plekken. Het is gewoon Excel. Hij maakt er een Excel-overzicht van. En vervolgens importeert u het. Voor de implementatie van autorisaties, mega makkelijk. Voor een conversie van een ene versie naar een andere versie, mega makkelijk. Want je hoeft allemaal niet in detail meer na te denken van, oh, als dat maar goed gaat en dat moet ik nog doen en dat nog doen. Nee, gewoon simpel. Oppakken, laten controleren, importeren. Klaar. Nou, vanuit audit oogpunt kijk ik hier ook natuurlijk naar. En dan zeg ik van ja, maar een goed raamwerk, dat is leuk. Vandaag mooi gemaakt, goed gekeurd, overal kruisjes neergezet. Hoe weet ik nou zeker dat dat goed blijft gaan? Wij zeggen, overal waar je wil kun je een vier ogen principe op toepassen. En een vier ogen principe betekent dat je via aanvragen bijvoorbeeld ter goedkeuring, als je een wijziging doet op een raamwerk, dan komt er een aanvraag bij een controller die dan op dat moment hem goed of kan afkeuren. Waardoor je eigenlijk altijd het vier ogen principe hebt op wijzigingen. Dus zeg ik, een inkoopmedewerker mag nu ook voortaan klanten aanmaken. Dat voeg ik toe als taak. Dan zegt het systeem van eerst goedkeuring aanvragen. Dan moet je als beheerder, kun je het niet goed doorzetten. Kun je altijd alleen maar goedkeuring aanvragen op dat moment. Als je het zo hebt ingericht. Controller controleert het of wie dan ook. En die zegt akkoord, want we vinden dat inkopers voortaan ook verkoopklanten mogen aanmaken. Zou ik niet zo snel doen, maar goed. He, dus, maar dat, op die manier kun je zorgen dat het raamwerk goed blijft. Dus wat ik al zei, het is voor het inrichten, maar ook daarna voor het beheren. Voor de grotere bedrijven, klanten onder ons, wat ook nog ongelooflijk sterk hierin is, is vaak zie je dat je een groot bedrijf hebt, een grote omgeving met meerdere bedrijven eronder. En dan moet je mensen toekennen tot 4, 5, 10 bedrijven, et cetera. Dat hoef je niet meer te doen handmatig. Dat kun je automatisch doen door die bedrijven te groeperen. Dus door groepering van bedrijven te gebruiken kun je heel snel zeggen, oké, die gebruiker krijgt toegang tot die groep gebruikers, niet tot die groep gebruikers. En op basis daarvan doet onze oplossing wel zorgen dat Business Central het snapt.
Nou, ik heb het elke keer over die groep krijgt gebruik toegang tot dat en dat. Als je een goed raamwerk hebt, dan is dat inderdaad gewoon alleen maar toegang geven. En dat werkt altijd via autorisatieverzoeken. Dus een autorisatieverzoek is niks meer of minder dan gewoon een verzoek voor een wijziging van de autorisaties. Het leuke is, die verzoeken kun je ook laten koppelen aan een Identity Access Management systeem als je zou willen. Dus dan hoef je dit niet met de hand aan te maken, dan komt hij hier zelf mee. En wat je eigenlijk hierin zegt is gewoon iets heel simpels. Van, we hebben een medewerker, Andrew, die heeft bepaalde rechten of die heeft nog geen rechten. En die willen we graag aanmaken om te zorgen dat hij ook rechten krijgt in het systeem. Op dit moment is hij alleen maar CFO, maar Andrew die heeft besloten om eventjes de crediteurenadministratie ook te gaan helpen. Dus dan ga ik zeggen, nou, dan wil ik ook hier de crediteurenadministratie-medewerker rechten eventjes geven. Maar Andrew heeft dat maar een paar dagen nodig. Dus we zeggen, nou, dat is tot en met volgende week de 8e. Is dat op tijd? Voor welke bedrijfsgroepen kunnen we zeggen? Dus dan kunnen we daar invullen en zeggen opslaan. En het leuke is, dat kan ik nu doen. Maar ook hier zie je weer, ik moet een aanvraag verzenden. En als beheerder heb ik hier niet het recht om dat gelijk te doen. Maar moet het altijd via een controller. Willen jullie dit niet gebruiken, is gewoon een instelling van jullie zelf. Zit onder instellingen. Dus het enige wat ik nu kan doen als beheerder is gewoon, oké, dit hebben we afgesproken. Andrew gaat helpen. Het verzoek wordt nu verzonden. En er kan een goedkeuring worden gegeven. En dan wordt die automatisch in Business Central verwerkt. Hoeveel tijd scheelt dat niet voor gebruikersbeheer dat je het op deze manier doet? Hoe vaak gebeurt het niet dat je tijdelijke rechten vergeet weer weg te halen? Tijdelijk is eigenlijk per definitie definitief. Dus op die manier doen wij heel dat gebruikersbeheer voor jullie vereenvoudigen. Dus samengevat, aan de kant van de box hebben wij eigenlijk twee stukken. Hè, dat hele raamwerk en het hele flow en die uitbreiding mogelijkheid met al die templates. Hè, waar eigenlijk een gemiddelde applicatiebeheerder een behoorlijk lange checklist voor heeft. En altijd denkt van, ook dat nog. Nou, als laatste hebben we dan de monitoring. Hoe weet ik nou dat die autorisaties die ik heb, dat ze ook goed zijn. Dat mijn account het goed vindt, dat mijn internal audit het goed vindt. Überhaupt dat het aansluit op de behoeften die ik zelf had geuit. Niet iedereen mag artikelen veranderen. Hoe weet ik nou dat wie het eigenlijk uiteindelijk kunnen? Niet iedereen mag facturen boeken. Hoe weet ik dat nou? Maar ook niet iedereen mag zomaar even een betaling aanmaken en de bankrekening wijzigen. Nou, dat werkt via de monitoring module. En dat werkt eigenlijk op het allerhoogste niveau. Wij zeggen daar gewoon, stel letterlijk aan het systeem de vragen die je hebt. Dus de vragen die ik net ook als voorbeeld aangaf. En ik kan daar eventjes op veel vragen die wij een hoger impact vinden hebben. En dan zie je bijvoorbeeld mijn voorbeeld met een bankrekening. En zie je mijn voorbeeld met betalingsvoorstellen. Nou, wat we hierin doen is niets meer of minder. Gewoon het antwoord geven op die vraag. Het systeem gaat real-time in de omgeving kijken van Business Central. En het systeem geeft real-time gewoon antwoord wie op dat moment die rechten hebben. Nou, op dit moment zie ik dat die geen rechten zijn voor de voor wie bankrekeningen mogen muteren. Als ik bezig ga analyseren, gaat hij als het goed is voor mij vertellen dat dat wel zo is. En ik kan hetzelfde doen voor de betaalvoorstellen. En dan gaat hij dat ook aangeven. Het mooie is, het systeem geeft tegelijkertijd ook aan als er conflicten zijn. Want in de vraag voor wie bankrekeningen mogen muteren, kan ik op dat moment aangeven wie hoe hij dat moet controleren, wie dat eigenlijk zou moeten mogen, maar ook wie waar de conflicten zitten. En in dit geval, als ik een bankrekening controleer, wil ik dat die ook gelijk controleert wie betalingsvoorstellen hebben. En als allebei de mensen dat hebben, dan wil ik ook dat hij dat gelijk aangeeft. Dus het systeem geeft hier op basis hiervan heel snel inzicht in die kwaliteit van je autorisaties. En het leuke is, ik gaf al aan in de PowerPoint, je kunt het uitbreiden. En het uitbreiding doe je door het abonneren op Continuous Monitoring. En dat is eigenlijk die uitbreiding die ik hier genoteerd heb. Samengevat, monitoring, raamwerk, gebruikersbeheer. Dat vult eigenlijk die behoefte aan dat beter, efficiënter beheer. Die tijdsbesparing waar je op zoek naar bent. Die duidelijkheid waar je op zoek bent. En dat inzicht waar je naar op zoek bent.
Dat is de demo die ik geef vanaf hier. Dus nog een keer samengevat met de box, sneller, eenvoudiger en in control. Ik weet niet hoe ik het nog meer moet samenvatten voor jullie. Het bespaart mensen, het bespaart tijd, het bespaart geld. En de apps, wederom, alleen maar configureerbaar. Het mooie is, zonder de apps kun je op bepaalde plekken geen functiescheiding doorvoeren. En geen maatwerk. Nou, reken het maar uit. De ROI is heel snel uitgerekend. Dit is de presentatie. Dit is wat ik u wil graag vertellen. Er is nog een mogelijkheid om vragen te stellen. Dus ik ga heel even het woord teruggeven aan Vicky. En ik ga even weer erbij staan. Ja, Arno, dankjewel voor je heldere presentatie. Ik denk dat het heel helder was, want er zijn geen vragen gesteld in de chat. Dus, maar we kunnen er natuurlijk ook zelf nog wel een paar bedenken. Wat algemene vragen. Misschien dat er dan ondertussen nog wat vragen binnenkomen. Algemene vraag is bijvoorbeeld, wordt de inrichting meegeleverd? En hoe lang duurt het om te implementeren? Ja, die vraag wordt inderdaad best wel vaak gesteld dus, en dat is logisch. Het leuke is, wij leveren voor de autorisatiebox de inrichting voor de monitoring op de standaard mee. Dus daarmee hoef je ook niet zelf na te denken over welke vragen moet ik stellen. Hoe moet ik die zorgen dat het systeem weet hoe hij die vragen moet beantwoorden. Ga je kijken naar de permissiesets. Daar leveren wij, als wij de dienst afleveren bij jullie, starten we altijd met een standaard set aan permissiesets. Die beter aansluit bij een inrichting waar je de interne controle functiescheidingsregels mee kunt inrichten. Dan dat Microsoft standaard meelevert. Maar, en dat is altijd een maar, iedere omgeving van Business Central ziet er helaas anders uit. Heb je een helemaal standaard omgeving, dan hebben we het heel snel geregeld voor jullie. Maar heb je toch wel je maatwerk of aanpassingen of add-ons van partners, ja, dan zul je toch ook altijd er nog doorheen moeten. Met een aantal partners hebben wij een samenwerking en met die partners hebben wij wel standaard inrichtingen. Dus dan hoef je die fase niet te doen. Oké, Arno, ja, er zijn geen vragen in de tussentijd binnengekomen. En dus we zijn in principe mooi binnen de tijd. We zouden het een kwartiertje korter houden. Dus misschien wil je er zelf nog iets aan toevoegen. Nee, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Ik zag dat een heel grote groep belangstelling had weer voor deze demo donderdag. Dat vind ik erg leuk. Dus het enige wat ik jullie kan doen is ontzettend bedanken voor jullie aandacht. En ja, ik hoop jullie allemaal gewoon binnenkort te kunnen verwelkomen. Dus heel erg bedankt en ik wens jullie nog een fijne dag.